Wat is dit voor... Ja, het is heel gek, maar ja, je wordt nu in de maling genomen. Nee, 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 ik zou nu jas terugvragen. Nee, nee, ik heb wel good faith, dus... Je hebt wel good faith. Ja. Nou, good jij en Sunny zijn een match. Ja. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. We laten ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als ze maar met doekoe komen. Vandaag geven we wat purpose aan de weddenschap. Want tegenover ons staat niemand minder dan de boeteuitdeler van Rotterdam-Zuid, Gregory. Samen met de enige echte zijwieltjesverkoper, Sunny. Nou, zeg het maar. Met welke weddenschap denken jullie geld van ons af te troggelen? We hebben 2 paspoppen bij ons. En die moeten we binnen een half uur aankleden met zoveel mogelijk kledingstukken van mensen om ons heen. Oké. Okay. Je hebt wel echt een hele goede dag uitgekozen hiervoor. Heerlijke dag. Nou, ik denk dat er wel mensen voor Sonny uit de kleren gaan. Hoeveel geld gaan spelen? Ik zeg 100 euro. 100 euro? Nou, dan leg ik er nog... Niet te gek, hè, boys. 150. Gezamenlijk 150, jongens. Ja, helemaal leuk. Is goed, wij gaan de uitdaging aan voor 150 euro. En we doen dit binnen een half uurtje. Ja, en de meeste kledingstukken die wint. Ja. Helemaal goed, duidelijk. Weet je je purpose? Ja, dat wordt dus alle charmes uit de kast trekken vandaag. 150 euro is de inzet. Als mooi boys Sonny en Gregory winnen, zijn wij dus 150 euro armer. Dit is Angelique en met het kort haar is Roxanne. Die hebben we gezellig meegenomen. De spelregels is, we moeten ze echt aankleden. Ja. Dus niet eroverheen gooien, maar echt aankleden. Ja, ja, ja. Nee, mag maar 1 kledingstuk per persoon. Ja. Dus niemand uitkleden. Ja, oké. Okay. Ja, lukt het? Meteen tussen de benen. je vergeet de voet. Normaal, Sonny. Nina. We gaan verblond, hè? Ja. We gaan verblond. Mijn ideale vrouw ziet er niet zo uit. Dit wordt sowieso ons purpose. Wat zie je van de kleur ogen? Dit is ons temptation. Hier zijn we mee geëindigd. Als jij nou gekomen was, was het wel een verhaal geweest. Was flauw, hè? Waren we ook vreemd gegaan. Zo. Jongen, jongen. Helemaal goed, meid. Ja. Ja, jongens, volgens mij zijn we er klaar voor. We moeten nog gaan loten wie er wil beginnen of nemen jullie het portaal? Gewoon een kop of munt. Wel kop of munt? Ja, toch? Ja, ja, zijn jullie dan kop of munt? Kop. Altijd kop. En dan mogen jullie kiezen wie er begint. Munt. Helaas. Dan mogen jullie beginnen. Alsnog. Okay. Ik heb echt eerlijk gezegd geen idee wat ik hiervan moet verwachten. Ik heb geen idee wat ik hiervan moet vinden. De tactiek. Ja. Nieuwsgierige mensen. Als je herkend wordt, meteen erop duiken. Dat is sowieso bingo. Wij passen onze tactiek aan op hoe zij dat doen. Kijk, als zij helemaal niks scoren, dan weten wij dat wij gewoon aan een sok genoeg hebben. Het backup plan is, we hebben een klein oproepje gedaan. Misschien op social media dat er nog iemand komt wat brengen. Dan hebben we sowieso een claim voor. 3, 2, 1, go! Tijd gaat in. Dat kan. Zo. Hey, dag lieverd. Hey. Top, goed dat we kennen. Wij hebben een scharrel en die moeten we aankleden. Het is naakt. Oké. Okay. Want het is enorm koud, stijve tepels, bevriezen, alles. Oh. Dus we hebben hulp nodig. Ik ben benieuwd waar die voor gaat. Gaat die voor een muts of een string? Of? Ze lacht nog. Mogen iets van je hebben en ik breng het terug. Stuur me een DM op Instagram, breng het terug. Dadelijk krijg ik het al terug. Nou, ik heb misschien wel een... Mooi kleedje om haar te bedekken. Een kleedje om het te bedekken? Ja, nou, ja. Dat is een magisch tapijtje. Nee, maar dat is geen kleding. Dat is geen kledingstuk. Dat is geen kleding! Dankjewel, schat. Top! Mutje! Mutje! Toppers! Top! Heb je gewoon je muts aan Sunny gegeven van Temptation Island? Ga dat maar eens uitleggen thuis. Hey, Sunny! Dag lieverd! Alles goed? Ja hoor. Hey, wij zijn bezig met een programma. Heel Temptation in één keer! Gezellig in één keer! Oh, vertel! Nou, we zijn bezig met de laatste aflevering. Ja! En we... nee, schat. Ben verleid, zo. Kan je iets missen? Je tas, je zonnebril, heb je oortjes bij je? Ja, ik woon om de hoek. Ik oh, je wat een hoek! Nou, haal toch mijn kleding! Nee, haal je de kledingkast tevoorschijn. Nee, we mogen 1 kledingstuk gaan maken. Ja? Je bent heerlijk, man. Heerlijk, man. Bezig! Pop, 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 pop! Dat mensen dit doen! Waarom geef je nu iets? Kijk eens. Thank you. Je bent de beste, lieverd. Ik wil het zo brengen dan voor jou. Ik loop zo wel langs. Oké, gezellig. Ze krijgen een jas. Maat. Hoe dan? Bedankt. Als hij er niet is, weet ik jullie wat te vinden. Tot zo. Tot zo, lieverd. Bedankt. Je geeft gewoon een jas aan 2 vreemde mannen. Nee.
Ja? Oh, dat denk jij. Ja. Nee, dit is namelijk een heel ander programma. Het heet Opgelicht. Hoe makkelijk je aan iemands jas kan komen. Ik zou maar snel jas gaan terughalen, want ze rennen ermee weg. Ik zou hem heel snel ophalen. Jij loopt die kant op. Wat is dit voor... Ja, het is heel gek, maar ja, je wordt nu in de maling genomen. Nee, 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 ik zou nu je jas terugvragen. Nee, ik heb wel good faith, dus... Je hebt wel good faith. Ja. Nou, good jij faith. En Sunny zijn een match. Dames, mag ik jullie het vragen? Wij hebben nu 20 minuten de tijd om die pop aan te kleden. Ze hebben het enorm koud, het is een vrouwtje. Een accessoire mag ook of iets. Je krijgt het zo terug, je krijgt het zo terug, je krijgt het zo terug. Je bent er wel. Ik kan ook denken, hier al, ben je van de mond af. Ja, zo werkt het ook. Nee, maar luister, hij gaat niet weg, je krijgt het zo echt terug. Ja, Sunny die is wel gewoon... Hij wijst het er wel vast. Hij wel scheid. Hij geeft niet op. Mogen wij misschien jouw schoenen voor 20 minuten lenen? We brengen ze terug. Het is hier ook, echt in de hoek. Dit is ook een tactiek. Martijn is nu heel sneaky de pop aan het verstoppen. En als hij die heeft aangeleed in een half uur, dan verliezen ze alsnog. Boom! Dit is een meesterzet! Briljant, dit is een meesterzet! Jij brengt ze echt terug? Ja, zeker. 100%. 100%? Met een kwartier breng ik het terug. En dan gaan we ook nog een drankje drinken, gezellig. Ja, dat drankje, dat hoeft niet. Echt de beste. Je komt er wel echt terug. Beloofd! Een zonnebril. Goed gedaan, man. Ik ben bang dat ze toch wel iets meer kledingstukken gaan krijgen dan ik had verwacht. Dat betekent dat wij zo meteen echt aan de bak moeten. Dit gaat goed hoor. Ja, ik zie het. Het gaat best aardig. Wat hebben we allemaal dan? We hebben twee nieuwe poppen. Schoenen, een jas. Een jas? Ja, die vind ik toch wel netjes. 6, 7 dingen of zo hoor ik. Dat is best aardig. Ja joh, ja, maar wacht, mijn sokken. Ja toch? Geweldig. Waarom niet? Geweldig. Waarom niet? Oh, wacht, als jij een sok geeft, jij een shirt mag van iedereen één kleding. Ja toch, dat is helemaal perfect. Bro, wat? Ja. Top. Haarbandje. Haarbandje, lekker man. Ik heb een broek in mijn tas. Kan je die alsjeblieft halen? We hebben die broek nodig. Ja toch, dan zijn we compleet. Alleen die broek, dan zijn we compleet. We hebben alles. Waarvoor staat die pop in één keer in de bosjes? Zijn die poppen nou weggaan? Ze hebben onze pop gevonden. Dat was jammer, want het was natuurlijk een meesterbrand. Gek dat dat niet is gelukt. Laat ze eventjes alleen. Ga lekker in de bosjes. Zijn weg. Ga lekker in de bosjes. Oké, tempo. Kleed hem uit. Kijk op die ding. Yep. Yes. Oortjes. Het enige wat oortjes. Voor de rest is onmogelijk om te winnen. Mag ik 5 minuten jouw oortjes lenen? We hebben hem echt helemaal aangekleed. Dit is echt nog het enige extra wat we moeten doen. Nu is het onmogelijk. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou. Nou jongens, de pop is... De pop is aangekleed. Heeft veel meer kleding dan ik had verwacht eigenlijk. Ja, ja. Ja. Zelf ook. Ja. Tot ieders verbazing staat de nieuwe vriendin van de Temptation Boys er toch erg warmpjes bij. Nou, laten we beginnen met de outfit. We hebben een muts, oortjes, een haarband, 3, sjaal, trui, geen BH, een jas. Dus dat is 6, een broek, theedoek, ja, is dat kleding? Ja. Even een jury, tellen we dat goed? Nee, tellen we niet goed. Oké, een handschoen. Als in, is het één paar of is het twee? We tellen gewoon eens één, toch? Één artikel. Ja, vind ik ook. En dan hebben we hier nog een handschoen, hier zo. Die zit er ook op, een broek. Schoenen. Ja, geen sokken of ook sokken? Sok. Twee sokken. Heb je meegeteld? Nee. Dan gaan we even tellen. Want de hele outfit, inzicht bij haar, dan winnen jullie. Het is moeilijk veel, man. Oh, en een bril! En de bril. En een bril. Bro, ik had zelf niet verwacht dat wij die pop aangekleed kregen. Eerlijk? Maar ik denk dat het hun ook niet gaat. Nee, dat gaat ze niet lukken. 3, 2, 1, start de klok. Nou, we zijn met een superleuke challenge bezig. Wij moeten deze pop aankleden met de kleding van andere mensen. Jij bent... Ik zal het niet doen. Het is best koud, hè? Heb je nog vrienden hier in de buurt? Nee, ik ben een eentje gevonden. Als je vrienden hebt, zou je ze kunnen appen? Ja. Okay. Zeg maar dat Sunny in het Vondelpark is. Van Temptation. Je bent een topper, ouwe. Hey, Wolfie! nog 20 minuutjes. Ik kan het gewoon netjes komen ophalen, we gebruiken het alleen heel even. Nou, liever niet. Alsjeblieft. Hey, sorry man. Oké, nee. Applausje voor jou! Ik beloof je, er gaat niks met je broer gebeuren. En als wel gebeurt, betaalt Sunny in persoonlijk. Oké. Ja.
Nou, dat is een ja, dat is een ja. Ja. Kijk, top, dankjewel. Maar hoe lang krijg je dat? Ja. Kwartiertje. Kwartiertje. Oh, echt? Half uur. Oh ja, nee, dat vind ik te lang, sorry. Oké. Hallo. Ah, jammer. Jammer. Heb je een mondkapje of zo? Oh, je mag wel een mondkapje hebben. Nou, top. Ja, 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 ja. Wat is dat ongeveer? Dat gekke programma. Ja, 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 ja. Mag je houden? Hier, gasten. Die meid wordt deels opgegeten. Martijn is lekker. En kunnen we your earphones? Martijn met het kaart aan het ownen. Oeh, en een hoofdtelefoon. Martijn. Yes. Martijn. Perfect. Lekker. Thank you so much. Ik sta hier gewoon een beetje. Een soort van aantemoedigen aan de zijkant. En zou ik jouw sjaal mogen lenen? 10 minuutjes, ja? Top, Joost. Martijn, helemaal lekker top. Bezig! Ja, top, dankjewel. Mag ik bij jou muts lenen? Ja, chill. Mag ik je wand? Ja, die mag je wel. Gefixt. Dankjewel. Top. Nou, hey, Joost. Hey, drie dingen, maat. Ze gebruiken ook het woord lenen continu. Ja, ja, ja. Even lenen, even lenen. Mag ik misschien jouw jas heel even gebruiken? Can I use your jacket for one second? No. Or 10 seconds. Why? Maybe 5 minutes. No, no, thanks. You sure? No, thanks. Godverdomme. Nou, schat. Daar ga je. Ik vind het al niet meer leuk om naar huis. Oké, dit is 1. Dit is 2. 2. Pet. 3. Leuk clipje. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Dan hebben we hier nog een bril. Zo. Hop, nog een wand. Dit zijn twee verschillende wanden. En het is natuurlijk nog steeds corona. Zo. Het ziet er best goed uit. Ja, ik zal het doen. Ja, dat ook. Hey, hey, Joost. We dit is fixed. Het. Maar dit, kijk, dit is ook niet echt een kledingstuk. Dat is net als het handdoekgedeelte. Dit is hetzelfde als jullie handdoeken. Ja. Die is ook goedgekeurd. Nee, dan tellen we deze goed ook gekeurd. Goed. Jawel, nee, die handdoek is niet goedgekeurd. Ik, jammer. Nee, dat knippen we even in edit. Nee. Weet je wat? We gaan op zoek naar een extra kledingstuk. Zullen wij heel veel jas ruilen? Dan mag je mijn jas aan, het is lekker warm. Nou, doe ik jou of ja, toch? Yay! Victory! Ja, een paar telt als 1 en dubbel mocht niet. Dus je mag geen dubbele tas. Dus wat we doen, dan spelen we gelijk. Dan spelen we gelijk. Zo, 12 stuks. De regels waren een paar is 1. Ja. Dus allebei, een handschoen is geen paar, dus dat is sowieso geen 1. Jawel, dat is en 1 handschoen. Iets dubbel mocht niet, ik zie 2 tassen. Ik verlies niet van deze 2 knuppels. Ik ga niet verliezen van deze 2 knuppels. Dames. We staan echt op het randje van winnen. Mag ik je camera er heel veel mee doen? Heel voorzichtig mee omgaan dan. Hè? Ga ik heel voorzichtig mee doen. Okay. Ja, ik zeg het je eerlijk, inderdaad, dit is wel een twijfelgevalletje. Want de camera is een kledingstuk, maar een koptelefoon ook niet. Maar een koptelefoon, zie mensen wel. Die hadden ook oortjes. Dus, ja, dat zeg ik. Een koptelefoon, audio. Een camera is geen dagelijks dingetje. Ik vind het er ontzettend goed staan. Nou, ja, laten we gewoon kijken. Ja. Zo, wat een ongelooflijk hippe chick. Nou, Martijn en Joost, ik ben trots op jullie. Martijn, oké. Okay. Petje, hoofdtelefoon, muts, 3, bril, clipje, 4, 5, 6, 7 met de camera, tassen, we tellen als 1, dus 8, sjaal, 9, jas, 10, trui, 11, 12 met handschoenen. Ja, dan zijn we er al. En ja, nog op brillaria. Het lijkt me wel heel duidelijk nu, toch? Heren, hoe voelt dat? Helaas, ik had het niet verwacht. Ik ook niet. Ik had het niet verwacht. Respect, chapeau. Ah, hij zag hem weer niet aankomen. Ja, ik zag hem weer niet aankomen. Echt. Ik had niet verwacht dat jullie zoveel kleding gingen scoren. Nice. Graag gedaan. Hij zag hem weer niet aankomen. Joost, voor mij is dit het moment dat wij geld krijgen van hun? Meestal wel, ja. Kijk, lekker zeg. Komt er wel leuk mee? Echt. Nou, dit is een leuk weekendje. Ja, dit ik denk is, dat jij hem beter kan bewaren. Dit is leuk voor het sneeuwpret. Ja. Zit je nou thuis en denkt van, dit kunnen wij beter. Je mag gewoon meedoen. Kijkers doen gewoon mee dit seizoen. Dus geef jezelf op en wellicht sta jij in de volgende aflevering. Ja, maar kom wel met een hele leuke challenge. Dat zouden we leuk vinden. Tot volgende week. Volgende week word ik uitgedaagd door mijn bloedeigen broer Derek. Dat wordt erg ongemakkelijk. Ja, je moet even iemand heel lang aan het lijntje houden. Ja. Doe je schoenen even uit, Derek. Je vertelde toen, wanneer was je haar ook weer uitgevallen? Daar had je een heel verhaal over.